Waar een jaar geleden nog dit asielzoekerscentrum stond aan de Castilielaan, komt een nieuwe woonwijk. Zo'n 500 woningen komen te staan op deze plek. Het nieuwe woonwijkje gaat Te Veld heten. De woningen worden zowel in de sociale huursector gebouwd als in het middeldure segment. Het is de bedoeling dat de bouw al snel begint, de eerste huizen kunnen voor de zomer klaar zijn. Anderhalf tot twee jaar later zijn alle huizen klaar. Het gaat in principe wel om tijdelijke bouw. Na zo'n 15 jaar zijn de woningen te verplaatsen of te recyclen.